Thanks, Cole. Have a good one. Dag dames en heren en welkom op Papendal. Als er één plek is waar we over dit onderwerp kunnen spreken, dan is het natuurlijk Papendal. Namens de Gelderse Sportfederatie en de Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk heet ik u van harte welkom. Mijn naam is Sjoerd Wijkamp en zoals u wellicht kunt zien, er is getypecast voor deze uitzending. Ze zijn op zoek gegaan naar de enige presentator die in deze coronatijd echt tegen het overgewicht aanhikt. Maar we gaan het hebben over vitaliteit en we gaan het ook juist hebben over vitaliteit op de werkvloer. We gaan werkgevers aanspreken, maar juist ook de werknemers. Want het ligt uiteindelijk bij uzelf. Maar het is een bijzonder programma. Want voordat we hier aan tafel van start gaan met Joop Albeda en Marijn de Vries, hebben we live contact met onze staatssecretaris Paul Blokhuis. Meneer Blokhuis, kunt u ons goed verstaan? Luid en duidelijk. Jullie mij ook? Heel goed. Ja, we kunnen u helder verstaan. Even voor de kijkers thuis, want u bent ook gewoon een mens. We hebben een hele rare periode waar we in zitten. Hoe is het met uw vitaliteit? Ja, iedereen moet daar bewust mee omgaan. Je hoort van mensen die zeggen, ja, ik zit te Netflixen en chips op de bank. En dan kom je aan. Dat voorbeeld heb ik eerlijk gezegd niet overgenomen. En ik ben inderdaad een mens, gelukkig maar. Ik ben in het gelukkige bezit van twee honden. En die houden je wel aan de praat. Dus ik moet veel bewegen. Als ik thuis ben, dan loop ik heel vaak met die beesten. En op mijn werk moet ik er wel bewust bij stilstaan. Want ik ben 4 van de 5 werkdagen zit ik ook in het ministerie in Den Haag of ik ben op werkbezoek in het land. En dan zit je veel in de auto. En ik moet me echt oefenen dat ik tegen de chauffeur zeg van stop hier even, dan loop ik nog een stukje. Of op een andere manier ook tussen afspraken door aan het lopen gaan. Dan moet je bewust bij stilstaan. Maar nu heeft u over stilstaan gesproken, heeft u ook wel huiswerk gekregen? Want er is u een prachtig manifest toegediend. En daar staat: bewegen is het nieuwe normaal. Ja. Wat heeft u daar uitgehaald? Wat is voor u de boodschap die het manifest probeert over te brengen? Maar ik vind het heel mooi van de initiatiefnemers, Joop Albeda, dat ze dat in deze coronatijd voor het voetlicht brengen. Want ik denk dat Nederland ook steeds meer er klaar voor is dat we meer aandacht gaan geven aan leefstijl, gezondheidsbevordering en dat dat niet meer langer als betuttelend of truttig wordt gezien, maar als iets heel bazaals, waardoor je ook allerlei ziekten en ellende kunt voorkomen. Wij kunnen in Nederland heel veel. Sommige ziektes kunnen we echt niet genezen nog, kunnen we alleen maar damage control doen. Maar heel veel ziekten die wij krijgen, zijn toe te schrijven aan een gebrek aan weerstand. Door verkeerde leefstijl, door te veel eten, door te veel zitten, te weinig bewegen, door te veel alcoholgebruik, door roken. Kunnen we allemaal wat aan doen. En ik vind het een hele mooie duw in de rug dat Joop Albeda komt zeggen: zullen we nou eens de handen ineens slaan, ook als overheid op rijksniveau, ook met de gemeente, de lokale overheid, om mensen meer aan het bewegen te krijgen, want dat moet een norm worden. Dat voldoen heel veel mensen niet aan. Nou hebben we in de historie van de mensheid, om het maar eens even wat groter te maken hier op Papendal, hebben we natuurlijk diverse manifesten gehad. Waarom gaat dit lukken? Waar zitten hier de handvatten zodat het nu wel gaat lukken? Nou, wat ik heel belangrijk vind is, sowieso is het hier met enthousiasme ontvangen. Martin van Rijn, de minister van Medische Zaken en Sport, die heeft dit ook gelijk omarmd en gelijk de club van Joop Albeda uitgenodigd. Ik kijk eventjes, Joop Albeda verstaat mij nu niet, hè? Dat nee. Is wel... Continue. Nee, Joop verstaat niet, maar ik kan wel een vraag overbrengen als dat... Dat is een continue lijn in onze communicatie, want wij hadden een call met minister Van Rijn en mij, met de initiatiefnemers, waaronder Joop Albeda. En die heeft toen ook maar 3 woorden van mij verstaan of zo, door een slechte verbinding. Ik zal hem even terugkoppelen aan Joop. De staatssecretaris zegt, het lijkt wel een terugkerend dingetje te worden, want jullie hebben laatst een call gehad waar geloof ik 3 woorden over kwamen. Ja, dat is niet wat we moeten hebben om dit manifest te integreren. Maar toen heeft Bas van der Goor heeft toen mijn rol opgenomen. Ja. Met verven en heel erg goed. We hebben binnenkort weer een samenkomst met minister Van Rijn, staatssecretaris. En hopelijk met de heer Wiebes, Koolmees en Arie Slob. Ah, daar komen we straks nog even op terug. Want dat wilde ik ook zeggen. Dat wij pakken hem breed op en je vroeg waarom gaat het nu wel lukken. Ik denk dat er een hele belangrijke wissel is omgezet. En dat wordt gezegd ook, het moet niet een dingetje zijn van de staatssecretaris van Preventie, de minister van Sport, de minister van Onderwijs. Maar dit moet iets worden van de brede overheid. En daarom hebben wij het op ons genomen, minister Van Rijn en ik, om die andere ministeries er ook bij uit te nodigen. Die hebben ook een brief gekregen. En de afwezigen vond ik in het rijtje trouwens nog IMW. Ja. Infrastructuur, hoe je de leefomgeving inricht, is natuurlijk ook heel belangrijk.
als mensen de mogelijkheid hebben om te bewegen. Sorry? Ja, daar gaan we aan tafel straks even over verder, over de infrastructuur. Maar wat natuurlijk wel bijzonder is, is dat u en meneer Van Rijn het natuurlijk vrij logisch ook meteen omarmd hebben. Maar hoe zit het met het omarmen in de andere departementen en ministeries? Is er al beweging? Wij hebben onze uitnodiging daarheen gestuurd voor het overleg en volgens mij is daar heel positief op gereageerd. Wij verplichten onszelf er eigenlijk ook toe om dat op dat niveau te doen. Dat we niet zeggen er komen ambtenaren, maar echt op bestuurlijk niveau, ministers. En er is volgens mij een datum gevonden voor 9 juli waarop we elkaar weer zien. En wat mij betreft ook live, ergens op een plek dat we elkaar in het gezicht kunnen kijken, in de ogen. Ja. Die beweging die gaat wel ontstaan, maar sterker nog, die is ook wel aan het ontstaan al eerder. Want samen met Tamara van Ark, nu nog staatssecretaris bij Sociale Zaken, ben ik bezig om dat concept van vitaal bedrijf uit te rollen. Waar de VNO, NCW en MKB zelf mee gekomen zijn van, zullen wij nou zorgen voor gezondere bedrijven? En die handschoen hebben we opgepakt en dat willen we samen met ze doen. Ja, nou is voor jeugd, kan ik me voorstellen dat de school daar een belangrijke rol in speelt. En inderdaad voor het bedrijfsleven, de werkgevers. Ja. Waar moet ik dan aan denken? Kunnen we al een praktisch voorbeeld geven waarvan u zegt, nou, als werkgevers hier nou eens mee bezig gaan, samen met de werknemers, dan kunnen we echt een stap vooruit maken? Ja, ik denk dat werkgevers heel veel kunnen doen. En het simpelste advies wat ik werkgevers kan geven is gewoon dingen doen, want wij weten heel veel met elkaar. En wij kunnen heel veel met elkaar. En het zit dan vaak ook in hele simpele dingen. Het gaat om een cultuur die je gaandeweg kunt veranderen. En mensen zijn soms heel terughoudend als er veranderingen worden doorgevoerd. Ik was wethouder in Apeldoorn en een collega van mij ging staand vergaderen. Mm-hmm. Die had in zijn werkkamer alleen maar staattafels. Ja, mensen werden er helemaal zenuwachtig van. En die dingen waren binnen een week weer weg. Maar hoe moeilijk kan het leven zijn? Want het schijnt dat je hersenen ook beter werken. Ik zit nu. Maar als je die actief houdt en in een staand overleg bereik je veel meer dingen. Ga je veel slagvaardiger te werk. Ook in pauzes of bij werk. Dat kan je gewoon ook wandelend doen als het één op één is. Je kan allerlei workouts doen. Ook in coronatijd kunnen werkgevers gewoon mensen thuis stimuleren om digitale workouts te doen met elkaar. Dan kan je nog een beetje team spirit organiseren. Er is kortom heel veel mogelijk, ook in de inrichting van de werkplek die actiever kan zijn. Er zijn zelfs bureaustoelen, zoals jullie ongetwijfeld weten, waar een fiets in zit, zeg maar, dat je aan het bewegen bent. Dat is niks voor mannen trouwens, zeg ik generaliserend, want die kunnen niet twee dingen tegelijk. Maar het bestaat wel. Er is heel veel mogelijk. Hier bij VWS hebben we bij alle verdiepingen op de trap, hebben we bij de traptreden, hebben we het aantal calorieën staan wat je per traptreden verbrandt als je naar boven gaat. Mm-hmm. En ik heb die trap al heel vaak genomen en altijd kijk ik daar weer naar. Dat zijn van die simpele dingen. Je let er gewoon op. Nou, waar je ook aan moet denken is wel het gezonde eten aanbieden. Je hoeft niet te zeggen je mag nooit meer een gebakje of een kroket. Maar zorg dat in die bedrijfskantine ook gewoon het gezonde eten beschikbaar is. Dus het zit niet alleen in bewegen, maar ook de gezonde maaltijd. Ja. En dat moet wel bij elkaar komen. Er zijn heel veel dingen mogelijk. Als je het hebt over andere dingen die over weerbaarheid gaan en leefstijl, denk ik ook aan het stoppen met roken. Dat hebben we echt heel laagdrempelig gemaakt in Nederland. Door het stoppen met roken uit het eigen risico te halen bij de zorgverzekering. Dus je kan een stop met rokenpoging ondernemen zonder dat je dat een cent kost. Vroeger was je dan al snelst door je €385 eigen risico heen. Dat is er vanaf 1 januari vanaf. Dus op alle manieren proberen we ook als overheid, zorgverzekeraars, te stimuleren dat mensen goede keuzes maken. Vindt u dat de overheid ook een rol heeft om juist dat werken aan letterlijk lichamelijke vitaliteit of ook mentaal? Moet de overheid daar een stimulerende rol in spelen? En zo ja, wat kan dat dan zijn? Want ik snap het verhaal van het stoppen met roken en de zorgverzekering. Maar hier hebben we natuurlijk eigenlijk over hele normale dagelijkse dingen. Waarvan iedereen al weet dat het goed voor je is. Maar ja. Uiteindelijk is het er ook wel heel makkelijk om toch weer de lift te pakken in plaats van de trap. Of toch met de auto naar het werk te gaan. Ja. Welke rol pakt u hier? Nou, terecht stip je wel de verantwoordelijkheid van werkgevers aan en van het onderwijs. En de overheid is zelf ook groot werkgever, hè, voor vele tienduizenden mensen. Dus die rol heeft de overheid al om het goede voorbeeld te geven. Maar de overheid kan ook heel veel dingen stimuleren en dat kan op een paar manieren. Ik heb het preventieakkoord gesloten in 2018. Dat gaat over roken, overgewicht, nou overgewicht, bewegen. En over problematisch alcoholgebruik. Waar de overheid
niet alle maatregelen neemt. Dat doen we wel bij een heel aantal dingen. We wijzigen de wet, we maken roken duurder, we maken schoolpleinen, verbieden we roken, et cetera. Allemaal wetten. Maar maatschappelijke partners doen ook heel veel. En een hele belangrijke rol van de overheid vind ik mensen, instellingen, organisaties, maatschappelijke organisaties bij elkaar roepen. Dus als samenroeper. En daarnaast kunnen wij ook heel veel financieren natuurlijk. Bijvoorbeeld een gezonde school. Dan heb je het over gezond eten stimuleren, de gezonde lunch. Maar ook bewegen. En ik zou jullie het advies willen geven als je het over bewegen hebt. Wat gewoon een vanzelfsprekend deel is van je bestaan. Er zijn gezonde scholen waar bij elke les het bewegen ook een centrale rol inneemt. Dus gewoon tijdens de rekenles op de basisschool. Dan mogen de leerlingen even op hun kastje springen en weer eraf springen. Of een rondje rennen tussen aardrijkskunde en geschiedenis. Gewoon tussen de lessen door. En ik ben daar geweest bij zo'n school. En die leerlingen vinden het helemaal geweldig. Maar wat nog leuker is, die leerkrachten vinden het ook leuk. En dat zijn de mensen die het wel op die generatie moeten overbrengen. Ja, ja. Nu gebeurt er even iets raars, meneer Blokhuis. Want we zitten hier op Papendal. Dus de vragen die ook van kijkers binnenkomen, die worden per bal. Daar is die. Ja, dat zag je niet. Maar ik wil nog wel heel even inhaken voordat we de kijkersvraag behandelen. Dat financieren op scholen, ziet u dat dan ook letterlijk voor zich bij werkgevers? Gaat de overheid ook dit soort projecten subsidiëren? Op scholen doen we dat dus sowieso wel. We zijn met de werkgeversorganisaties in gesprek om daar ook deze cultuur van de grond te tillen. En dit heeft echt de toekomst, maar het is wel een cultuurverandering. Ik denk dat werkgevers heel, heel veel zelf kunnen doen. Maar als je het hebt over bepaalde proeven, pilots, experimenten, kan ik me voorstellen dat de overheid een hele belangrijke rol speelt om dingen van de kant te krijgen. En dan gaan we zeker ook niet de andere kant op krijgen als daarin geïnvesteerd moet worden. Maar dan ligt de bal letterlijk wel bij die werkgever. Ja, en die kunnen heel veel aan. En sterker nog, zij zijn zelf met het concept van vitaal bedrijf gekomen. En dat geeft mij wel hoop voor de toekomst. Ja, dan gaan we het echt samen doen. Ik heb hier dus, ik moet hem even voorlezen. Ik kan de naam niet helemaal lezen. Maar zijn er al mooie voorbeelden op het gebied van vitaliteit tussen organisaties in het veld? Zijn er al voorbeelden waarvan u zegt, nou dat is nou een lichtend voorbeeld van waar we naartoe moeten of willen? Ja, heel veel. Sowieso met bewegen zie je dat er huisartsen zijn die zeggen, wij hebben mensen met overgewicht in onze praktijk. En het onderwerp aan de orde stellen is al ingewikkeld, spannend. Van, bent u niet een beetje te zwaar? Er zijn huisartsen die zeggen, moet je op de goede manier vragen. Dan moet je vragen, heeft u een constant gewicht? En dan zegt iemand met overgewicht, ja, maar het is wel te veel. Nou, dan heb je een opening voor het gesprek. En er zijn huisartsen, ik vind het echt een heel mooi voorbeeld, die gaan dus mensen eetadviezen geven, maar die gaan ook met ze wandelen. Ik zeg niet dat alle huisartsen dat moeten doen, maar dat is een heel mooi voorbeeld. Daar zit trouwens Bas van der Goor achter. Met de Bas van der Goor Foundation. Die stimuleert mensen met diabetes 2 bijvoorbeeld. Je kan het medicijngebruik helemaal terugdringen als je goed eet en als je beweegt. En de huisartsen geven daarin het goede voorbeeld. Ja, er zijn echt heel veel maatschappelijke voorbeelden waarin organisaties de goede dingen doen, want bijvoorbeeld de levensmiddelenindustrie zegt, wij weten dat je door het drinken van frisdrank heel snel aankomt. Ja. Als je massaal cola en sinaas achterover slaat en fruitdrankjes, dat tikt flink door in calorieën. Die hebben met mij afgesproken in 2018. Wij zorgen dat we in 2020 25% minder calorieën in onze frisdrank hebben. En dat doen ze door meer waters te verkopen en te stimuleren dat de mensen meer Cola Zero en Cola Light gaan drinken en zo. En ze hadden die afspraak 25% reductie hadden ze voor 2020. Die hadden ze vorig jaar al gehad. En ze hebben voor 2025 de ambitie op 30%. Met dit tempo gaan ze dat veel eerder halen. Dus dit is het momento, om er maar even een Nederlandstalig lied bij te halen. Ik wil u nog één ding vragen, want we gaan zo verder aan tafel hier. Dank voor uw tijd. Maar er kijken mensen mee. Dat zijn werkgevers, dat zijn werknemers, dat zijn gewoon inwoners van de mooie provincie Gelderland en misschien wel daarbuiten. Kunt u afsluiten met, ik weet niet of het uw rol is, maar met een soort van motivatiezin, waardoor we allemaal snappen dat dit ook echt het momento is? Ja, de coronacrisis leert ons dat mensen met weerstand ook letterlijk veel weerstand hebben en heel veel tegenslagen kunnen doorstaan. En laten we dit moment van coronacrisis pakken om goed ons te bezinnen op de vraag, wat kan ik eraan doen om mijn gezondheid op peil te houden? En die keuzes zijn heel makkelijk. Gezond eten, bewegen, op tijd naar bed, niet roken. En als je alcohol drinkt, niet meer dan één glas per dag.
Ze zijn genoteerd. We gaan het overbrengen in hoeverre het nu al niet gebeurd is. Dank voor uw tijd en we gaan hier aan tafel verder. En ik zal mijn gasten een aantal van uw citaten voorleggen. Dank u wel. Dank voor de aandacht aan het mooie onderwerp. Succes daar. Dank je wel. Goedemiddag. Doeg. Tot ziens. Ja, Marijn en Joop, dit is natuurlijk heel raar, want in mijn oortje heb ik alles meegekregen. Een van de bijzondere dingen die de staatssecretaris zei, hij greep terug op de initiatieven in het onderwijs, waarbij de overheid ook meefinanciert voor plannen om bijvoorbeeld tijdens schooldagen kinderen meer aan het bewegen te krijgen. En toen dacht ik, nou ga ik toch maar eens even vragen of de overheid ook bereid is dat bij werkgevers te gaan doen. Dat was een positief antwoord. Is dat ook de rol, Joop Albeda, die hoopt dat de overheid in deze gaat pakken, een soort stimulans? Ja, weet je, waar wij ook komen met dit verhaal, iedereen zegt ja, dit is toch logisch dat dat moet gebeuren. En misschien ligt daar ook wel de grote crux, omdat iedereen vindt dat het logisch is en het klopt, komt er geen echte discussie op gang. Het gevaar van de overheid die gaat subsidiëren, is dat subsidies altijd tijdelijk zijn, altijd aflopen. En je dan af moet vragen, is dat de beste oplossing? Vandaar dat wij ook een hele andere kant zijn opgegaan en zeggen, nou maak het boven politiek en dan kom je naar, wat we dan maar genoemd, het ministerie van Rijksvitaliteit. Ja. Analoog aan Rijkswaterstaat, die zou Rijksklimaat kunnen doen. Dat zijn dingen die zijn voor de samenleving van eminent belang en dat gaat over een samenleving over 30 jaar. Even terug naar de vraag van Paul Blokhuis. Een aantal jaren geleden heeft de overheid ook gesubsidieerd dat bedrijven die hun werknemers tussen de middag lieten fitness doen, dat dat een goed idee was. Ogenblikken komt de belasting eroverheen met een registratiesysteem waardoor het blijkt loon in natura te zijn en de werknemer uiteindelijk belasting erover moet betalen. Dan wreekt dat weer. En wat doen bedrijven dan? Die zeggen, ja, ik moet dus iemand apart in de administratie zetten om dit te administreren. Dan wordt de opbrengst en de kosten die zijn niet meer in balans met elkaar. En dus willen we het niet en dus glijdt het weer weg. En dan kwam ook nog de werkkostenregeling overheen, waardoor er maar een beperkt. Dus dan blijft er zo weinig over. Dus ja, dat is nou precies die crux van als je dat wilt, moet je als land op een gegeven moment zeggen, dit is voor ons cruciaal. De dijken van de gezondheid moeten omhoog. De infrastructuur van de 24.000 verenigingen als cultureel erfgoed moeten beschermd worden. Die kunnen een bijdrage leveren. En dat is voor ons van vitaal belang. En dus zeggen wij zetten dan maar een soort satéprikker door al die departementen. Tel die bedragen nou eens allemaal bij elkaar op. En is het nou zou het niet heel verstandig zijn om te zeggen, uit de toekomst, over 30 jaar halen wij 2 miljard naar dit jaar, en ik noem maar een willekeurig bedrag, omdat dat preventief werkt, en dat is het dossier waar staatssecretaris Blokhuis verantwoordelijk voor is. En waar moet je dat dan inzetten? Ja, dat is een continue stroom, omdat je weet dat je daar aan het eind, voor ouderen, maar ook voor jongeren, dat je daarvoor een geweldige kostenbesparing voor gaat opleveren. Maar dat is natuurlijk ook een overtuiging waar voldoende bewijslast voor is, en dan vervolgens is een politieke wil voor nodig, als het hele land het wil, dat is met roken ook gebeurd, stoppen met roken omdat het land het bouwt, dat is 51%. Nee, zegt dat is leiderschap, ik zeg dat is management. Dat is gewoon uitvoeren, als er 51% voor mij is, dan durf ik het te doen. Ja. En dit is iets om visie te hebben met een stip op de horizon, daar geloof ik in. Wij komen uit de sport, dus wij geloven in stippen op de horizon en wij houden niet van nederlagen. Die krijgt u alvast mee in huis. En als u nou denkt, waar komt dit verhaal eigenlijk verder vandaan? Google even, mocht u het nog niet gedaan hebben. En zoek even naar Bewegen, het nieuwe normaal. Dan ziet u ook het manifest wat hier eigenlijk onder ligt. Want we gingen wel heel snel van de staatssecretaris al naar werkkostenregelingen. Dat zijn. Maar ondertussen zitten hier twee tafelgasten die ergens elkaar nog niet helemaal gevonden hebben, volgens mij. Al zeg jij ook, Marijn de Vries, oud topsportster, wielrenster en nu columnist onder andere bij de Trouw en dagvoorzitter. En dus staat ons leven even stil als evenementenmensen. Maar jij hebt gesproken over een minister van Bewegen. Ik hoor hier het ministerie van Rijksvitaliteit. Past precies in elkaar, hè? Daar vinden jullie elkaar onmiddellijk. Maar toen het manifest kwam, schreef jij meteen, dit is wel een manifest van algemeenheden. Ja. Mag ik jou de bokshandschoen even geven? Waar duidde jij op? Ik vind het echt een fantastische oproep. En dit is ook iets waar ik nou ook al voor corona mee bezig was. Ik dacht, hoe krijg je nou toch... Wij weten hoe het is om te bewegen, we weten hoe fijn het is. En jij zei net, we moeten stippen op de horizon. En met roken is het ook gelukt. Ik denk dat heel veel mensen met roken dachten, ja, dat ruikt vies, dat willen we weg hebben. Maar we bewegen, ik denk dat er heel veel mensen zijn die niet eens weten hoe fijn dat is. Dus ik merk dat ik ben zelf heel laat begonnen met wielrennen. Heb eigenlijk toen pas ontdekt wat voor verandering dat gaf in mijn leven. En dat die verandering zou ik iedereen gunnen.
Het is goed voor je, het is leuk, het is ook goed voor je geest. Dus ik heb eigenlijk nooit zo goed begrepen waarom, zeker als je kijkt hoeveel kosten er gemaakt worden in de gezondheidszorg om mensen te genezen van dingen die ze hadden kunnen voorkomen, waarom daar nooit voor gekozen wordt. Nou, nu is het nog veel actueler. En nu denk ik echt, jongens, laten we met een heel goed plan komen. Dit is een hele mooie oproep, maar eigenlijk sluit het helemaal aan met wat jij net zei. Waarom beginnen we niet gewoon op de basisscholen? Waarom laten we niet kinderen weer door vakdocenten bewegingsonderwijs krijgen? Waarom richten we schoolpleinen niet zo in dat ze elke dag veel meer kunnen spelen buiten? Waarom geven we ze geen onderwijs in een gezonde leefstijl? Er werd altijd gezegd, ja, dat is te duur en dat is te ingewikkeld. Volgens mij is dat geen argument meer. Als je kijkt hoeveel corona de samenleving kost... Ja. Dat is veel en veel meer. Ja. En ik denk dat we daar gewoon vol op moeten inzetten. En het probleem waarom dat inderdaad nooit gelukt is, het gaat over verschillende departementen. Ja. En vaak wordt er dan gezegd, daar komen die gekjes uit de sport weer. Die willen natuurlijk sporten. Wij zijn bezig met serieuze dingen. Maar het is overkoepelend. Dus ik ben helemaal voor het ministerie dat jij voorstelt. Maar nu is het natuurlijk bij 5 departementen, en dat konden jullie niet horen, maar ik vroeg even naar hoe zit het bij de andere ministeries. Ja. Dat was zeker wel met enthousiasme ontvangen. Die eerste stap moet volgens mij nog steeds gezet worden. Maar we zitten natuurlijk in een tijd waarbij de overheid heel veel moet investeren om onze samenleving overeind te houden. Ik kan mij voorstellen dat zelfs mensen die nu meekijken, en je noemde net al even 2 miljard, wat je zo naar voren wilde halen. Willekeurig bedrag. Er is natuurlijk wel geld nodig om dit op gang te brengen. Is dan dit wel het moment om het nog maar één keer te vragen? Ik denk van, doe mij eens een beter moment. Of het nou sport is, of cultuur, of klimaat. Het is voor mij een soort schilderij wat aan de muur hangt. En je gaat het missen op het moment dat je het weghaalt. Dus iedereen die met sport bezig is, die denkt van, goh, waar is de verbinding van mijn club? En van, kan ik naar mijn kleinzoon kijken op het voetbalveld? Wanneer gaat het Nederlands elftal spelen? Want dat is onze nationale verbinder. Wanneer is de Elfstedentocht? Dat is de andere verbinder. Dus tussen min 11 en plus 11 beweegt Nederland eigenlijk. Bij plus 11 naar Nederlands elftal, bij min 11 naar de Elfstedentocht. En die impact daarvan is zo enorm. Heeft een sociale component die van jong tot oud werkt. Dus als je zegt, waar komt iedereen langs? Nederlanders en ook niet geboren Nederlanders. Door de basisschool. En welke vorm van beweging... Laten we mensen kennis maken, zodat dat gewoon ergens in het systeem is. En je later niet in de puberteit afscheid neemt, maar later dat wel weer terug gaat vinden. Daar is zoveel wetenschappelijk bewijs voor dat dat verstandig is om te doen. Ja, en wie heeft nu de moed om te zeggen van, goh, de wereld is even stilgestaan. En dat begon met, NOC heeft de sportwereld stilgelegd. Daarna is het onderwijs stilgegaan. Toen liep de zorg over. Toen liep de werkgelegenheid terug. En de economische impact was 100 miljard plus. Dat kunnen we als een hypotheek natuurlijk wegzetten in de tijd. Maar je kunt ook zeggen van, dit mag ons nooit weer overkomen. Nu moet de knop om. En de welvaartsziekte, diabetes en obesitas zijn niet alleen voor de mensen die heel welvarend zijn en sausjes overal mogen gieten, maar ook mensen aan de onderkant die geen welvaart krijgen. Juist. Die krijgen namelijk de verkeerde voedingsstoffen die relatief goedkoop zijn en de grootste suikers teweeg brengen. En ons dus eigenlijk, de mensen die geen welvaart hebben, zijn de grootste mensen die uiteindelijk de prijs gaan betalen. Maar kun je me dan meenemen in, want dan ligt er een manifest. En nou, laat een kritisch nootje, prima. Ja, natuurlijk zijn het algemeen, we moeten ergens beginnen. Ja. Maar hoe komt dit dan uiteindelijk letterlijk op de werkvloer en zelfs nog een stap daaronder bij de mensen die dit niet op hun eigen agenda hebben staan? Nou ja, in sommige gevallen heb je wel eens een keer druk van de overheid nodig die gewoon gaat zeggen, zo gaan wij dat doen. Je noemt al het voorbeeld van, we stoppen met roken, dat is... De eerste man die dat zei, dat is denk ik geweest bij Mies Bouwman, 30, 40 jaar geleden. En de man werd bijna vermoord. Ja, terwijl er nog in de studio gerookt werd. Iedereen rookt. Hij zei, dit is dodelijk, het is aangetoond. De tabaksindustrie heeft de man aangeklaagd. En uiteindelijk in 2004 of 2005 hebben we gezegd, we stoppen ermee. Mm-hmm. Er is geen reden om niet te stoppen met zitten. Dus volgende presentatie, als we weer komen, dan gaan we staan en dan zitten we er niet bij, maar dan ga je staan. Dus dan doe je alles staan. Nee, heel veel mensen gaan al vergaderen staande. Dus het is een soort bewustzijn waarvan ik denk, dat zit nu wel in de samenleving. Niemand zegt nee tegen ons manifest. Hoe is een ongelooflijk complexe vraag waar wij als sportmensen geen verstand van hebben. Wij moeten dat ook niet willen oplossen. En de reden waarom wij bewust in, zeg maar, in containerbegrippen zijn gebleven, is omdat de reactie van Marijn zo goed is van wat is nou die concrete oplossing? Ja. Dat weten wij niet, want het gaat over de scope voor over 30 jaar. Dat zijn mensen als Wim Kuiken van Rijkswaterstaat die kijkt wat gebeurt er met het klimaat over 30 jaar. Wat betekent dat voor de afsluitdijk? Wat betekent dat voor het deltaplan? Mm-hmm.
En dit is zo complex, daar moet je topmensen die gewend zijn om een scope te hebben van 30 jaar aan te laten werken. Mensen van Shell, mensen van de olieindustrie, mensen van de gasindustrie, mensen van welvaart inzagen. En dus ook 5 ministeries. En dus 5 ministeries. En die hopen we dat ze bij elkaar komen. En let op, want ja, dat was bijna een setup. Want als jij spreekt over algemeenheden en je hoort dit verhaal, wat volgens mij heel plausibel is, maar maak het dan eens concreet. Hoe hadden we dit wel op kunnen stellen, zodat jij niet gezegd had dat het een algemeenheden? Waar moet nu gewoon een stap gezet worden? Ik ben blij ook met de algemeenheden, want ik denk dat het belangrijkste is dat we, en daar zijn we het over eens, dat hier zoveel mogelijk over gepraat wordt op dit moment, zodat de urgentie zo hoog mogelijk wordt en dat iedereen hiervoor wil kiezen. Maar ik denk wat echt moet gebeuren, het is een groot misverstand dat mensen zelf iets kunnen doen aan hun overgewicht. Het is zo'n complex probleem, mensen moeten geholpen worden. Leefstijl veranderen is een van de moeilijkste dingen die er bestaat, want ja, weet je, zitten is ook het makkelijkst. Een zak chips al betrekken is veel makkelijker dan een komkommer schillen en in stukjes snijden. Dus wat er nu wat mij betreft moet gebeuren is dat iedereen aan de hand wordt genomen. Heel laagdrempelig, al is het alleen maar met een stukje wandelen. Ga wat doen, ga een beetje bewegen, ervaar een beetje hoe dat is. En ik denk dat als je daarin slaagt, dat het dan langzaam wel een beetje gaat rollen. Ja. En als er dan ook nog van bovenaf grote beslissingen worden genomen om het van jongs af aan bij mensen eigenlijk een soort van... Nou ja, op te leiden, in te pompen, dat de enorme verandering teweeg kan brengen. Dan is het gewoon leuk, dan is het ook gewoon normaal. Ja. Ondertussen mocht je wat later ingeschakeld zijn, deze bal is niet voor niets deze kant op gekomen. Je kunt namelijk in de livestream vragen stellen en dan komt de bal met een post-it. Ik heb het verklapt, daar kan ik niet om moeten draaien. En dan kan ik mijn gasten, want we hebben meerdere gasten zo dadelijk hier aan tafel. Deze is voor Joop. Had Joop Albeda verwacht dat de ministeries al zo snel en breed bij elkaar zouden komen... Zoals staatssecretaris Blok net aankondigde, want die zei dus het is positief ontvangen en we gaan snel bij elkaar zitten. Had je dat verwacht? Ik kreeg binnen 10 uur een reactie van Martin van Rijn en Paul Blokhuis om met elkaar op tafel te zitten. Dat was heel vreugd. En ik kreeg vorige week na 2 reminders van economische zaken antwoorden dat de afdeling burgervragen het had beantwoord en dat doorgegeven had aan VWS. Nou, daar zit dus een essentiële probleem. Het gaat nu wel snel en dat... Ik weet dat de VVD heeft dat opgenomen in het voorlopige verkiezingsprogramma. Ik kreeg vanochtend van de SP te horen dat ze het ook graag op willen nemen. D66 is ermee bezig. Dus als er in verkiezingsprogramma dit gewoon een onderdeel gaat worden, heb je een grotere kans dat het in een regeerakkoord komt. En dan vervolgens kan de Kamer de regering houden aan de afspraken die gemaakt worden. Met betrekking tot het verhogen van de immuniteit van de Nederlander door middel van een klein beetje bewegen. En Bas van der Goor zegt het ook altijd heel goed. Het gaat er niet om dat we gaan sporten, maar net over de drempel van niet bewegen naar een beetje bewegen. Ja, dat. En dat zou op de basisschool, en als ik dan zeg van wat zou sport bij kunnen dragen, de sportbonden zouden collectief tegen het basisonderwijs moeten zetten. Na 2 uur 's middags, naar jullie continu rooster, nemen wij jullie aan de hand om te gaan bewegen. En dat doen we ook, cultuur en klimaat. Want dat zijn 3 componenten die van waarde zijn voor Nederland. Ja. En dan kunnen de ouders om 5, 6 uur de kinderen weer ophalen. En dan blijf je ook een beetje weg van dat sport altijd, maar dan is het ook gewoon bewegen en in beweging komen. Wat ik zelf geleerd heb de afgelopen dagen is dat bewegen en sport een veel betere entree is dan sport en bewegen. Ja, nou die houden we er dan in. Want Marijn, over bewegen en sport gesproken, voor de mensen die het weten, trouw, columnist, hele leuke column over iets waar ik zelf ook een beetje tegenaan begin te lopen. Dat is dat net iets een strakke pakje op de racefiets, omdat je het gevoel hebt van ik moet nu toch echt wel wat gaan doen. En dan voel je de buurman en de buurvrouw en daarnaast kijken. Gaat hij nou echt in dat pakje op de fiets zitten? Daar zit ergens een drempel. Die is heel vervelend. Dat is heel persoonlijk. Zit heel dichtbij. Kun je die slechten voor ons, die drempel? Ik moet eerlijk... Nou, ik heb in die column ook bekend dat ik zelf ook mijn eigen vooroordelen had. Dus dat ik ook, als ik echt iemand met heel veel overgewicht op een racefiets zag, dat ik ook lange tijd heb gedacht, zie die nou, moet dat nou? Maar ik heb door de clinics en de reizen die ik organiseer best wel veel mensen met overgewicht op de fiets ontmoet en ook zulke verhalen gehoord. Hoe moeilijk dat is en hoe onwelkom je kunt voelen in een groep als jij heel graag wil fietsen op een racefiets of wat voor sport wilt doen dan ook. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook gaan werken aan de plaatjes in ons hoofd. Ja. Want we hebben allemaal een beeld van hoe een sporter eruit ziet. En dat is eigenlijk altijd een super fitte, afgetrainde, nou ja, een beetje onze topsporters. Ja. Maar dat werkt heel demotiverend voor mensen die wat kilo's te veel hebben of die echt heel zwaar zijn. Want die denken alleen maar, ja, je mag alleen maar meedoen als je er zo uitziet. En binnen de sportwereld
houden wij ons eigenlijk ook aan het plaatje. Dus als er iemand komt die er niet uitziet zoals wij in ons hoofd hebben, dan dat doen we niet eens bewust, maar dat keuren we dan eigenlijk al een beetje af. En dat is heel zonde, want mensen die graag willen gaan sporten, die voelen zich op die manier niet welkom. Dus ik denk wel dat het heel belangrijk is dat we ook daaraan gaan werken. Ja. En dat we zorgen dat de plaatjes in het hoofd van mensen gaan veranderen van hoe je eruit moet zien als je sport. Want iedereen mag sporten. Nou, dus het maakt eigenlijk niet uit hoe je eruit ziet. Dan heeft ook niemand meer iets van, nou moet ik het wel of niet doen. Bij deze is dat geslecht. Ja, ik denk wel dat belangrijk dat ik eraan toe wil voegen, dat het gebeurt ook dat mensen gewoon wat overgewicht hebben buiten hun schuld. Of buiten hun eigen invloedssfeer. Mm-hmm. En dat moeten we eraf halen, die veroordeling van... En dat je gewoon veel meer in gaat zetten op een klein beetje bewegen, is eigenlijk wel meer dan goed genoeg. Mm-hmm. En dan hopelijk kijken of ze drempeltje voor drempeltje willen slechter. Ja. En ook uiteindelijk ook weer komen tot het gevoel, ja god, ik voel me prettig al met name geestelijk en fysiek. Want dat is toch één geheel. En we hebben de neiging om het uit elkaar te halen. En wat wel fijn is, dat, want we zitten hier vandaag ook echt over vitaliteit op de werkvloer. De werkgevers hebben ook al stappen gezet. Dus ik wil jullie graag bedanken, Marijn en Joop. En ga door met dit gevecht. Want ik red het ook straks wel op mijn racefiets in mijn pakje. Maar er is ook een platform ontstaan. En dat heet Thuiswerken is Topsport. En daar zeggen eigenlijk de werkgeversorganisaties... Dames en heren, pak de handschoenen op en ga er wat mee doen met tips. En het is echt leuk om te kijken. Het thuiswerken is topsport, kijk maar even. En MKB-voorzitter Jacco Vonhoff, die geeft zelf het goede voorbeeld. Dus kijkt u maar eens mee. Het is niet moeilijk, gewoon beginnen. Blijf ik fit? Nou, fietsen. Ik heb een wielrenfiets en ik fiets graag buiten, een kilometer of 80. En als het buiten niet kan, dan op de tax binnen. Wat sporten met mijn fysiek doet? Ik ben best wel ijdel. En ik probeer om met mijn zittende beroep niet al te veel kilo's aan te komen. Dus ik doe het eigenlijk een klein beetje om in shape te blijven. Ja, wat sporten doet om mijn hoofd leeg te maken. Maar ik mag altijd graag mezelf fysiek inspannen. Dan formateer ik een beetje mijn harde schijf. Ik hoor altijd mensen vertellen over dat ze op mijn weg dan over de levensvragen nadenken en zo. Nou, daar heb ik geen last van. Ik denk alleen maar aan hoe kom ik zo snel mogelijk thuis. Maar als ik thuis ben, dan ben ik ook eigenlijk alle ellende wel kwijt. Dus het werkt voor mij heel erg goed. Ja, aan tafel twee nieuwe gasten, Joop Albeda en Marijn de Vries, die verlaten. En er komen twee nieuwe interessante gesprekspartners aan tafel. Jan Delleman, wethouder in de gemeente Arnhem van Sport en Economie. Dat lijkt me al heel interessant om zo dadelijk te gaan sparren met de collega aan tafel. Want dat is Martin Ruiter van VNO-NCW Midden. Dus eigenlijk in het kort de overheid en het bedrijfsleven aan één tafel. Martin, we zagen Jacco Vonhoff van MKB Nederland, die al op de fiets zit op kantoor. In hoeverre is het binnen bijvoorbeeld VNO-NCW echt een onderwerp wat nu opgepakt wordt? De vitaliteitszaken op de werkvloer? Nou, het is op dit moment nog geen groot bestuurlijk thema, om het zo te zeggen. Maar het is wel iets waar we natuurlijk als ondernemers collectief wel druk mee aan de gang zijn. Hè? Dus... Uiteindelijk denk ik dat het besef meer en meer aan het doordringen is dat fitte medewerkers, en dat is wel mentaal fit als fysiek fit, dat het wel heel belangrijk is voor je organisatie. Het gaat om arbeidsproductiviteit, het gaat om het beperken van ziekteverzuim, het gaat om productiviteit binnen je uren, het gaat om creativiteit binnen datgene wat je aan het doen bent. En dat wordt allemaal bevorderd door de gezonde geest en het gezonde lichaam, om het zo maar te zeggen. Is het te makkelijk gezegd om die bal en die rol, om dat aan te sporen, om dat bij die werkgevers neer te leggen? Is het niet gewoon onze hele volledige eigen verantwoordelijkheid? Alle twee. We hebben het als werkgever hebben we daar belang bij, maar de mensen zelf hebben er natuurlijk ook belang bij. Ik denk dat het een samenspel is van een eigen verantwoordelijkheid van een medewerker die zelf eigenlijk
vanuit de aarde zaak moet zorgen dat hij zo goed mogelijk toegerust is ook voor het zo goed mogelijk doen van het werk wat hem toegeëigend is, om het zo maar te zeggen. En aan de andere kant hebben we als werkgever ook verantwoordelijkheid om te zorgen dat die mensen ook zo goed mogelijk kunnen presteren binnen hun taken. En dat is inderdaad een gezamenlijke verantwoordelijkheid waar iedereen belang bij heeft. Hè. Dus niet alleen wij als werkgevers, maar ook de medewerkers zelf, maar ook de collega's van de medewerker. Hè. En de lokale overheid? De lokale overheid, die hebben daar natuurlijk ook een rol in. Je ziet sowieso door de tijden heen, zie je al meer en meer verantwoordelijkheden ook in de richting van jullie als lokale overheden terechtkomen. Ik zie ook bijvoorbeeld in bestuursakkoorden op lokaal niveau zie ik ook dit thema regelmatig aangesneden. Ik zie dat in Wageningen, waar ik zelf woon, maar ik weet dat jullie daar in Arnhem ook het nodige aan doen en het ook actief op de agenda gezet hebben. Ja, Jan van Dellen, wethouder. Hoe actief staat dat op de agenda en wat staat er dan op die agenda? Nou ja, je hebt hier iemand die wel heel fanatiek is. Ik ben zelf een hele fanatieke sporter. Maar omdat ik in mijn wethouderschap niet alleen sport heb, maar ook economie en nog een keer die ambtenarenorganisatie met 1100 ambtenaren, ja, voel ik me eigenlijk ook een soort werkgever. Ja. Hoe kan ik die medewerkers nou zo vitaal mogelijk houden? En precies wat Martin zegt, dat is voor mij ongelooflijk belangrijk. Want als jij fris op het werk verschijnt, helder in je kop, dan kan je meer. En maar dat merk ik ook in de stad. Om een paar voorbeelden te geven, Joop stelde het ook al en Marijn hiervoor ook al. Een van de grootste ziekten in de stad Arnhem is gewoon overgewicht. Ja. En dat krijg je al heel vroeg. He, mensen, jongens en meisjes van 7, 8, 9 jaar, die belanden op de bank en die komen er niet meer af. Ja. En die taak, die verantwoordelijkheid, die pakken wij naar ons toe als gemeente, maar dat kunnen we niet alleen. Dat hebben we alle partijen nodig. Ja. En dan is mijn motto, ik heb liever dat ik een euro in de sport investeer, dan een euro aan de achterkant in de zorg. Want dan ben je te laat. Ja. En dat kunnen we niet alleen. Dat zullen we met werkgevers doen, met ouders die een goed voorbeeld geven, met sportverenigingen. Nou, ook waar we vandaag zijn, bij Papendal. En we voelen toch wel een beetje de hoofdstad van Nederland op sportgebied. Dus ja, mijn dimensie, op jouw vraag, is wel driedimensionaal. Ik ben hier echt een groot fan van. Ja, ondertussen voor de kijkers thuis, mocht u nou denken, goh, wat een interessante opening zetten van deze twee heren. Je kunt nog steeds vragen stellen, dat kan in de chat, ziet u aan de rechterkant van het scherm. En dan komt hij weer met een bal over jouw hoofd heen zeilen, Jan. We moesten iemand van de sportlijn neerzetten. Met excuus, Martinnetje. Maar Jan, wat ik wel interessant vind hier is, want kijk, er zit een soort gezond spanningsveld over het algemeen altijd tussen overheid en bedrijfsleven. We vinden elkaar, maar af en toe is dat ook wel. Dit lijkt me nou echt zo'n onderwerp waar helemaal geen spanning, negatieve spanning hoeft te zitten. Hier moet je elkaar echt tot achter de laatste komma van dit plan gaan helpen. Hoe moet dat er dan uitzien? Ja, ik ben er echt van het doen. Wij hebben elkaar al een aantal keren ontmoet. Om even een idee te geven, volgend jaar, ik weet niet of het doorgaat, hebben we de European Company Games. Mm-hmm. Er komen 5000 sporters vanuit Europa naar Arnhem toe. En ook in de regio. Ja. En dat zijn allemaal verschillende sporten. Dat doen we met VNO-NCW. Dat doen we met de bedrijven. Dus dat doen we niet alleen maar op sponsorgebied, et cetera. Maar dat is altijd heel makkelijk. Nee, we vragen ook aan die bedrijven mee te denken van kom met een team. Zorg dat ze mee gaan sporten. Nou, zo heb ik een WK volleybal wat we hier gaan organiseren. Dat zijn allemaal uithangborden om uiteindelijk aan die onderkant de mensen enthousiast te krijgen om dingen te bewegen. Ook in deze coronacrisis hebben we buiten, binnen sporten mocht niet meer, hebben we buiten beachvolleybalveldjes achter Valkenhuizen neergelegd. 7 velden. Honderden jeugdleden van scholen die gaan daar volleyballen. Ja. Dus die faciliteit, hè, die is heel gewoon. Dus je moet het doen. En dan bellen we gewoon met elkaar, met bedrijven. En die doen gewoon mee. Het is absoluut niet moeilijk. Alleen je moet het wel doen. Je moet ze wel bellen. Je moet ze uitnodigen. Doe je mee. En dan gaat het gewoon gebeuren. Ja, als ik daar even mee haak. Ik stap uit je interview graag op zoek ben naar plekken waar een spanningsveld zit. Maar op dit domein zit het absoluut niet. Nee, om je gerust te stellen. gelukkig. Het is precies wat jij ook zegt. Weet je? Het is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om met elkaar wat te doen. We hebben, zoals ik net al zei, als werkgever en ondernemers hebben we daar belang bij. Dat we zoveel mogelijk mensen hebben. Overheden hebben daar belang bij, dat je inderdaad dingen alle problemen die er vaak bij slechte gezondheid bijkomen, dat je dat vermijdt. Zeg maar, je hebt een gezamenlijke belang dat je zo laag mogelijk druk krijgt inderdaad op die curatieve gezondheidszorg. En dat begint inderdaad bij gezonde voeding, veel sporten, fris zijn in je hoofd. Ik merk het zelf ook. Het is ook een kwestie van een goede voorbeeld geven. Ik merk het zelf ook. Ik zit 3 à 4 keer in de week, zit ik een uurtje, anderhalf uur op mountainbike. En op het moment dat je erop zit, dan voel je
eventuele ergernissen, irritaties of zorgen voel je wegstromen bijna letterlijk. En de goede ideeën en de frisse ideeën die komen met dezelfde snelheid komen die binnen. Nou, hoe mooi is dat? En dat is een kwestie van dat overbrengen, wat we ook zoveel mogelijk proberen te doen op onze medewerkers. Dus, ja. We hebben zelf op ons bedrijf Kinggroep, we zitten onder andere op IPKW in Arnhem, dus Jan kent ons. Zeker. We hebben alles wat er aan candybars et cetera op een gegeven moment lag, hebben we er allemaal uitgegooid. Elke dag komen er frisse manden vers fruit binnen waar de mensen hun deel van kunnen nemen. Zeg maar. We bevorderen dat ze tussenmiddag even een ommetje gaan maken. Dat zijn allemaal van die kleine dingen waarmee je als het ware al een soort van het goede voorbeeld probeert te geven. Dus, en nu zitten we op Papendal, ja. Onder de vlag van de Gelderse Sportfederatie. Dus heel fijn dat we elkaar al helemaal gevonden hebben. Maar uiteindelijk daar waar de overheid probeert de euro bij wijze van spreken van tevoren al te investeren, zodat de zorg minder belast wordt, is natuurlijk voor de werkgever ontzettend interessant dat als die chocoladerepen eruit gaan en het fruit komt erin, ja. Dat er ook echt daadwerkelijk zichtbaar wordt dat werknemers vitaler zijn. Ja. Is dat de incentive voor de werkgever? Is dat waarom je het zou moeten doen? Dat, en zie je dat misschien ook al wel bij jullie? Worden mensen fitter als ze ook echt bezig zijn met vitaliteit? Zie je het in de cijfers? Dat is lastig om dat op de korte termijn vast te stellen. Mm-hmm. En uiteindelijk gaat het om een samenspel van factoren. In ons geval, ik heb gisteren al nog even nagevraagd van hoe hoog ons ziekteverzuim zit. Dat zit op 1,3%. Dat is erg laag, denk ik. Ik denk dat we daarmee goed doen. Ja. En ik denk dat het een resultant is van al die dingen die we in het verleden gedaan hebben om te zorgen dat inderdaad onze medewerkers fit zijn, goed begeleid worden op het moment dat dat niet zo is en ze inderdaad ook die slinger geven. En ik probeer het ook altijd zoveel mogelijk aan alle andere partijen, ook vanuit mijn bestuurlijke rol, mee te geven. Want dit is eigenlijk een investeringstechnisch gezien is het een hele goede uitgave, hè, om in de gezondheid en die vitaliteit van medewerkers te investeren. En dat hoeft toch ook niet echt te zijn, dat die P van profit in deze dan maar en samen gaat met de P van people, dat je gewoon zorgt dat het ook echt wat oplevert? Ja, dat is niet erg. Ze grijpen in elkaar in dit geval dus, ja. Moeten we weer even oppassen, Jan, meneer de wethouder, excuus. Die was inderdaad, dankjewel. Daar is die, mochten we denken, wat is schakel wat later in, wat is dit nou weer? Papendal, dus de vragen komen per bal binnen. U kunt ze nog blijven stellen in de chat. En voor jullie beiden, wat is jullie mening over de eigen verantwoordelijkheid van mensen aangaande hun eigen gezondheid? En dan hebben we het vooral over voeding, beweging en drinken en dus ook over vitaliteit. En want we zitten hier met de gemeente en de VNO-NCW. Maar uiteindelijk kijken daar gewoon mensen, zijn we dat allemaal. Waar ligt ergens die balans van de verantwoordelijkheid? Jan, om met jou te beginnen. Ja, je kan heel makkelijk zeggen dat iedereen heeft zijn eigen steentje daaraan bij te dragen. Maar we merken gewoon dat soms niet kan. Dat bijvoorbeeld de mensen het geld niet hebben om zich aan te sluiten bij een sportvereniging. Dat mensen niet weten waar ze moeten zijn. En wat we nu aan het doen zijn, is dat we juist die drempel heel erg verlagen. Dus we hebben bijvoorbeeld in Arnhem een sportkaart, waar je zwaar gereduceerd tarief kan sporten. Dus daar moeten we mee doen. Dus kunnen ze gewoon vanuit de eigen verantwoordelijkheid dan wel dingen willen, maar het kan dan ook financieel. Het tweede wat we willen is, als je kijkt naar de wijken, hebben we in alle wijken hebben we wel sportparken, sportverenigingen. En die zien we als echt de hoeksteen om juist die mensen die wij niet bereiken, die gaan zij bereiken, die halen ze naar die sportparken toe voor wandelen. Voor schaken, voor dammen, et cetera. Maar je kijkt in het sportpark, is van de helft van de tijd is leeg. Dus wij zijn nu een heel plan bezig om te zeggen, we hebben 7 dagen in de week, moet er wat gebeuren in sportparken. En voor alle groepen, voor de ouderen, middensegment, maar ook de jongeren. En dan krijg je een beetje een soort verbinding, waarin mensen ook zelf een beetje aangesproken worden van, goh, ik heb jou nog niet gezien deze week, die sportvereniging. De vereniging als hoeksteen van de samenleving. Echt, ja. En moeten dan, we even wat posters aanpassen van een paar jaar geleden. Maar dan, ja, maar daar zijn we wel bij. Ja. En Martin, hoe zie jij dat, die verantwoordelijkheid? Het is wat we net ook al zeiden. Hè, van het is ook een verantwoordelijkheid van de medewerker zelf. Hè. En je kunt hem niet dwingen om laten we zeggen, daar dingen aan te doen. Je kunt wel, dus om maar even de wortel en de stokmetafoor te gebruiken. Je kunt wel de wortel voorhouden om die dingen te gaan doen waardoor die vitaal en fit blijft en daar actief voor uitnodigen, zeg maar. Het is een eigen verantwoordelijkheid. We kunnen onze medewerkers niet dwingen, maar we kunnen ze wel helpen. We kunnen wel drempelverlagend aan de gang gaan. En dat is eigenlijk hetzelfde wat jij ook binnen de gemeente. Nou zit je hier natuurlijk als voorzitter van VNO-NCW, maar je hebt ook gewoon je eigen bedrijf. In hoeverre zou het niet heel slim zijn, misschien zelfs een beetje vanuit marketingperspectief, dat dit soort sportkaarten, bijvoorbeeld dit soort initiatieven, gewoon keihard gesponsord worden door het bedrijfsleven?
Ja, ik snap natuurlijk best dat je, als het om sponsoring gaat, dat je meteen weer naar het bedrijfsleven kijkt. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je met het totale aantal van afspraken gewoon met elkaar die verantwoordelijkheid neemt om te zorgen dat het gebeurt. En dan willen wij ons als werkgevers, ondernemers best onze bijdrage aan leveren. Maar het is zoals gezegd, is een verantwoordelijkheid van iedereen om te zorgen dat we het gaan doen en dat het gebeurt. Mag ik Martin uitnodigen? Ik wil jou heel graag in mijn sportboard. En dan ga ik jou niet vragen om geld als bedrijf. Ja. Maar we hebben een sportboard. Inmiddels zitten er nu 24 mensen in. Ook met Maarten Schellinghi, een bekende wielrenner in Arnhem. En dat is het uithangbord om juist dingen om niet te doen. Ja. Eigenlijk vanuit MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. We hebben fysiotherapeuten die zeggen van, ik geef gewoon 2 uur gratis aan de sportvereniging. Als iemand een pijn heeft die in de onderkant van de samenleving niet kan betalen. We hebben een Dick Zwager die juridisch gratis advies geeft aan bepaalde verenigingen. Ja. En als jij ook iets kan vinden, dan gaat het niet om geld, maar het gaat om inzet en mensen. Een keer een sportdag organiseren bijvoorbeeld. En dan krijg je gewoon een hele mooie dynamiek. Ja. We zijn er nu een jaar geleden mee begonnen. Okay. We hebben nu inmiddels al 6 initiatieven gedaan, waarin we willen op naar de 40 deelnemers. Dus dat is ook een idee misschien. Is dit wat? Ik mag geen hand geven, maar op mij kun je rekenen. Top. Ja, dames en heren, het is nu al een hele geslaagde uitzending. Als we dit soort dingen met elkaar zitten dan, want het is een onderwerp, staat heel lang op de agenda. Ik vind ook dat dit het moment is. En nogmaals, ik zal hem vooral naar mezelf toetrekken, want ik was ooit ook redelijk fit. Ben je nog steeds? Ja, ik ben nog steeds. Ja, de uitzending kan nog maximaal een half uur duren, dames en heren. Anders komt de tafel een stukje uw kant op. Zijn hier dan niet nog hele grote obstakels die we moeten nemen? Als ik jullie zo hoor en eigenlijk ook onze voorgesprekers, die ballen gaan rollen. We zitten op 5 ministeries. Ja. Hier vindt de gemeente en het bedrijfsleven elkaar. Ik ben toch hier de interviewer. Is er niet ergens nog een obstakel? Je vraagt nu iets wat ik denk van dat is wel denk ik belangrijk. Kijk, we hebben misschien ook wel een klein beetje startgeld nodig vanuit het Rijk. Om dingen die als die eenmaal lopen ze. Ja. Maar je hebt wel een aantal barrières nodig en je zegt van, als je iets wil doen, dan heb je ook wel wat financiering nodig. En dat hoeft niet veel te zijn. Voor mij is het er. Ik heb de vorige sprekers duidelijk gehoord en Paul Blokhuis ook. Ja. Voor mij kunnen we er echt dingen aan doen. En dan kunnen we ook die multiplier naar een provincie, maar ook naar het bedrijfsleven inzetten. Want als 1 euro, dan denk ik, wordt er een keer 3 euro. Ja, zie je dat ook zo, Martin? Maar het gaat vooral ook om de bal aan de rol brengen. Maar ik vind die bal metafoor. Ja, en dan de goede voorbeelden delen. En het gaat ook om kennis overbrengen. Je hebt waarschijnlijk gehoord dat ik meteen niet naar weg moet. Ik moet dan, mag dan weer aanschuiven bij het bestuur van World Food Center Experience in Ede. Waar we gaan werken aan een informatiecentrum waar mensen ook alles kunnen leren over gezonde voeding. Ja, als het goed is moet dat in 2023 moet dat staan. En dat gaat dan over een stukje kennisoverdracht wat ook nodig is en vaak de startpunt is om, laten we zeggen, de awareness, de bewustwording rondom wat dingen doen met je leven en je fitheid en je vitaliteit om bij de informatievoorziening daar al vast mee te beginnen. Want daar begint het al mee. En prachtig dat jullie elkaar, over beginnend gesproken, elkaar hier een symbolische hand hebben gegeven. Martin, dankjewel. Is niet zo, hè? Ja, zo moet het maar even. Jan, dankjewel. We gaan even kijken naar een video, want zo dadelijk gaan we eens kijken naar wat kunnen evenementen hier nou voor rol in spelen. Wat voor rol spelen ze dan ook letterlijk met vitaliteit op de werkvloer? Is dat denkbaar vanuit bijvoorbeeld een WK volleybal of de European Company Games, waar we het straks over gaan hebben? Kijk maar eens mee, want we denken eigenlijk dat het best kan. Dit kunnen evenementen doen voor vitaliteit. We'll be right back.
Ja, fijn dat u er nog steeds bent of misschien wel weer bent. Voor als je net inschakelt, we zijn bezig met het onderwerp Fit aan tafel. Vitaliteit op de werkvloer. En we hebben een aantal hele interessante gasten. Leuk dat u meekijkt. Aan de rechterkant van het scherm ziet u een chatfunctie. Daar kunt u vragen stellen. En als er een interessante vraag komt, dan wordt er een bal naar ons toegegooid. Dan moeten mijn gasten even bukken, maar dan komen de vragen aan bod. Weer twee nieuwe gasten. Michel Everaert van de Nevobo, de Nederlandse Volleybalbond. En Ron van Gent van de European Sport Company Games. Mochten mensen bijna dat goed niet kennen. Oh Ron, ik haal sport en company door elkaar. Company Sport Games, excuus. Ja. Het zijn een beetje de Olympische Spelen voor het bedrijfsleven. Neem ons eens mee, waar staat dat voor? Welk doel dient dat? Nou, allereerst een klein beetje geschiedenis. Ik zal het niet te lang maken. Maar dat is eigenlijk ontstaan in Nederland. Het is een initiatief van een zeer actieve medewerker van Philips ooit. Dus het bedrijfssporten, het bewegen binnen een bedrijfscontext is daar ontstaan. En het heeft ik sla een hele lange tijd over. Ja, want we hebben het over 1977. 70 jaar. Nee, ja. 77. Dus we halen het eigenlijk weer een beetje terug naar Nederland. Het is een Europese federatie die een drietal company games organiseert. De winter, de zomer, World Games en de European. En het is eigenlijk de mini-Olympische Spelen voor bedrijfssport, zou je kunnen zeggen. Hè. We koersen, de wethouder zei het net al, we koersten op 2021. Dat zal waarschijnlijk COVID-19 gerelateerd een jaartje later worden. Daar hebben we nu met alle stakeholders gesprekken over. Maar dan ontvangen we hier op Papendal en in de sportsteden in Gelderland, Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen, Ede, Achterhoek. Maar liefst, en dat is de grootste breedte sportevenement, zo'n 6000 sporters, dat hopen we, die in 23 verschillende sporten de competitie aangaan in een Europees verband. En die stond gepland eigenlijk een beetje rond deze tijd, geloof ik, hè, voor volgend jaar. Ja, 23, 27 juni, volgend jaar. Ik ken bedrijven die, als ze daar mee doen, dan komt er een heel traject van voorbereiding. Die hebben nu eigenlijk nog een jaar langer. Ja. Maar is dit al een, want ik had dat nog niet gehoord of geleden, is het al een zekerheid dat we 2021 naar 2022 gaan tillen? Ja, dat is wat ons betreft is 2021 eigenlijk niet mogelijk meer. Om allerlei redenen, verplaatsing van de World Games naar volgend jaar in een week voordat wij ze gepland zouden zitten. En dat zijn vergelijkbare deelnemers, zo'n 800 Duitse deelnemers die wij dan niet zouden kunnen ontvangen. De belangrijkste reden is eigenlijk dat het kabinet heeft gezegd, dit soort evenementen staan we niet toe totdat er een vaccin is. Mm-hmm. En wie van ons kan voorspellen hier aan tafel wanneer dat vaccin is. Er is. Ja. Dus dat is qua planning wat lastiger. Dus we zijn wat langer onderweg. Maar dan hebben we ook wat langer om het thema, zeg maar, ook bij bedrijven, verder hoog op de agenda te doen. Ja, er gaan records gebroken worden, die hebben een extra jaar voorbereid. Gaan we vanuit. We proberen het een beetje positief in te steken. Ja, zeker, zo zitten wij er ook in. Michel, de Nevobo, daar staat natuurlijk ook iets heel groots op de agenda, het WK Volleybal. Hoe is het daarmee? En dat staat voor september 2022, dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dat gewoon doorgaat. Je merkt wel dat er een aantal dingen in de voorbereiding, die lopen toch wel wat vertraging op. We zijn de afgelopen maanden heel druk geweest met allerlei interne dingen regelen. Je moet tekeningen maken, je moet planningen maken. Dat kan je wel doen, maar afspraken maken met externe partijen is er de afgelopen maanden er niet bij geweest. Die uitspraak over dat vaccin, dat is best een spannende. Aan de andere kant is het zo dat de Spaanse griep 100 jaar geleden ook gewoon verdwenen is. En toen wisten ze nog niet eens wat een vaccin was. Dus in die zin... we gaan ervan uit dat dat in 2022 wel, dat er dan wel rust in de tent is, laten we het zo zeggen. Dus wij gaan gewoon door met de voorbereiding, maar het is wel duidelijk dat de wereld echt veranderd is. Ja. Ja. Nu zijn bij Ron natuurlijk, bij de European Company Sport Games heb je eigenlijk het bedrijfsleven als deelnemer. Ja. Bij jullie hebben we het natuurlijk echt over topsport. Terwijl het onderwerp vandaag is fit aan tafel en dus ook de vitaliteit op werkvloeren en dat soort onderwerpen. Hoe kan zo'n WK Volleybal daar dan aan bijdragen? Nou, wij zijn eigenlijk al, wij zijn als bond hebben wij gewoon evenementen gewoon wel structureel onderdeel gemaakt van ons beleid. En rondom evenementen horen dan side events en die hebben heel vaak wel te maken met sportparticipatie. En eigenlijk zijn we in 2017 begonnen met te kijken van joh luister, laten we dat wat breder trekken. Toen hebben we verantwoorde voeding erin getrokken. En sportparticipatie zie je dat heel veel organisaties, en je hoorde dat eerder in deze gesprek, ook al gaat het de hele tijd over onderwijs. En dat hebben wij ook gedaan, maar wij zijn nu eigenlijk ook gewoon echt bewust met partijen bezig om het bedrijfsleven erbij te betrekken op een aantal verschillende manieren. En ook anders dan alleen maar als,
als sponsor, om zo maar te zeggen. We zijn met Active Living hier uit Arnhem. Dat is een bedrijf die doen allerlei die doen zaken met bedrijfsleven. Gaat er met name over leefstijl. Maar we zijn wel heel serieus aan het nadenken om in die sportparticipatieprojecten, niet zozeer bedrijfsleven, maar wij kijken meer naar werkgevers. Hè, want er zit, ik geloof dat de grootste werkgever in Gelderland, dat het Radboud Ziekenhuis met meer dan 7000 mensen. Weet je, het zijn ook gewoon allemaal mensen die werken. En dat zijn op allerlei manieren voor ons interessante doelgroepen. En ja, zeker nu met die coronacrisis, is als je echt in gaat verdiepen, dan merk je dat het eigenlijk gewoon een welvaartsziekte is. Dus de mensen die te veel welvaart tot zich genomen hebben, die zijn er met name kwetsbaar voor. Ja. Dus de preventie, hè, dat hoorde ik wel uit het gesprek van Joop Alberda, die zit er met name in gezonder leven. En dan zijn wij zijn niet zozeer van wat je niet moet doen, maar wij zijn dan als sport van wat je wel moet doen. En eigenlijk zijn we op dit moment aan het kijken of we gewoon toch niet van het WK damesvolleybal het vitaalste evenement ooit kunnen maken. Waarbij het enerzijds gaat over side events, die gaan over sportparticipatie. Maar we zijn ook aan het kijken van hoe ga je daar komen. Hè, dus we hebben met Bas van der Hoor gesproken over de wandeltaxi. Ik heb met Maarten Tjalingri contact opgenomen en dan gaat het natuurlijk over fietsen. Nou, dat moeten we allemaal nog uitwerken, maar uiteindelijk moeten we met z'n allen zorgen dat mensen bij werkgevers in beweging gaan komen, want we willen niet nog een keer zo'n crisis hebben. Nee, maar merk je daarin dan wel dat, volgens mij noem je dat dan officieel een ambassadeur, maar dat die topsporters, zeker ook in de volleybalwereld hebben een paar, die spreken echt aan voor heel veel mensen. Zijn dat de deeltjesversnellers in deze? Hebben die nodig om dit op gang te brengen? Nou moet ik heel goed oppassen wat ik ga zeggen. Nee, dat helpt, hè? Want als Bas van der Goor binnenkomt of Joop Albra komt binnen of Maarten Tjalingri, die heeft op de wethouder en op die bedrijfsleven hebben die echt, of op die mensen die de beslissing nemen, hebben ze echt invloed. Dat is gewoon echt zo. Maar uiteindelijk, hè, is degene die het allerbelangrijkste is degene die mensen in beweging gaat krijgen. Als die dat leuk doet en als die dat goed doet, als dat goede lesgevers zijn, dan blijven mensen het doen. Ja. Dus die topsporters of die ambassadeurs, die kunnen de deuren openen. Maar daarna moet het programma gewoon vooral heel erg goed zijn. Ja. Ron, als ik zo vrij mag zijn, jullie zijn met de organisatie van de Company Sport Games natuurlijk een op gang brenger. In hoeverre is dat, hè, want een evenement is natuurlijk geen moment, in hoeverre zit daar ook een idee, een plan achter dat dit ook echt gebaseerd is op continue vitaliteit bij die verschillende bedrijven die meedoen? Ja, dat zit er wel degelijk achter en dat heeft een aantal redenen. Hè. Ik mag dit doen namens de Stichting Nederland Ondernemen Maatschappelijk. En in het programma Vitaal Bedrijf hebben we eigenlijk drie lijnen. Dat is Vitaal Bedrijf, wat we met VWS doen en waar we ook de toenadering zullen zoeken met onder andere Joop Alberda en zijn kompanen waar het gaat om bewegen is een nieuwe normaal. We houden ons daar bezig met bedrijfssport en de games. En als je nou de games, waar we het net over gehad hebben, dat zien we gewoon als een kapstok, als een hefboom, als een katalysator om dat bewegen is een nieuwe normaal en gezond en vitaal blijven als medewerker. Om dat te promoten en te stimuleren. Daar zoek je de kapstok. Ik sluit me helemaal aan bij de woorden van Michel. Kijk, wij merken dat topsporters kunnen als goed voorbeeld dienen. Maar in een organisatie, of het nou een werkgever is of een bedrijf is. Martin zei daar net ook iets over. Als je zelf het goede voorbeeld geeft, dan gaan mensen met je meedoen. We lieten net een filmpje zien van Jacco Vonhoof. Dat was tot voor kort mijn voorzitter hier in Midden-Nederland. En die hebben gevraagd, ga nou eens op de fiets zitten, want we weten dat je dat doet. Hij gaat met een deel van zijn personeel jaarlijks de Mont Ventoux op. En hij loopt hem en hij fietst hem. Maar er gaan 20 man personeel mee. Dus wij weten dat als we mensen die het goede voorbeeld kunnen geven in het managementteam of als directeur, dat helpt. We weten ook dat mensen als Bas van der Goor, waar Michel het net ook over had, ook het goede voorbeeld kunnen geven. Die kunnen ook mensen net dat duwtje geven. Ik mocht naast Bas zitten toen hij verkozen werd tot de Gelderse sporter van het jaar. En toen heb ik hem ook direct gevraagd of hij ambassadeur wil zijn bij de Games. Of bij de weg naar de Games. Omdat, of het nou binnen het bedrijf ontstaat, of je laat mensen als een inspirerend voorbeeld gelden. Het zet aan tot, waar we het vandaag met z'n allen over hebben, meer bewegen. En het zet aan tot een gezondere verenigingsleven. We willen ook de connectie maken met alle sportverenigingen en bonden om ons heen. Dat doen we bij de Games. Dat doen we ook bij een evenement van Michel. We hebben in de aanloop naar het evenement waar we het over hebben, waar Michel voor verantwoordelijk is, ook de connectie gemaakt met gezonde voeding. Dat staat allemaal prominent in het bidboek. Dat doe je met bedrijfsleven in het mooie Gelderland. Ja, dat zijn de manieren waarop je de connecties maakt. Dus we kunnen elkaar daar bij de hand houden. Niet de hand geven, maar bij de hand houden.
En dat doen we ook. Nou, volgens mij inderdaad met alle tafelgasten tot nu toe hebben we al een enorme tank en denktank en doetank. Ja. Maar kijk uit Ron, want er komt... Ja, daar is die. Die vloog net langs je heen. Ja, even kijken, maar ik denk voor allebei, hoe goed moet je zijn om mee... Oh nee, sorry, dit is echt voor jou. Want hoe goed moet je zijn om mee te doen met Company Games? Als ik aangemoedigd door Marijn nu pas begin met wielrennen, heb ik daar dan iets te zoeken? Misschien een beetje in lijn met sport en bewegen of bewegen en jullie sport. Jullie zien hier een stevige man aan tafel. Ik heb geen enkel probleem om in een fietspakje te gaan zitten. Want Joop Abbera zei het al, het is belangrijker dat je beweegt. Niks doen is geen optie. Dus ik fiets gewoon met mijn vrouw. Die heb ik 3 jaar verleden kunnen verleiden om mee te doen met het fietsen. En ik schaam me nergens voor. Want ik beweeg. Dus wat de Company Games betreft, ja, er zijn er bij die er echt een competitie van maken. En die willen met die medailles naar huis. Maar eigenlijk is het veel belangrijker. Het is niet voor niks mini-Olympische Spelen. Meedoen is belangrijker dan winnen. Sommigen zullen zeggen, ja, ik wil winnen. Als je nu gaat trainen, dan kun je heus die 100 kilometer wel mee fietsen in de Achterhoek. Het parcours ligt er klaar voor. En volgens mij hebben we daar geen colletjes derde categorie. Dus ik zie dat wel gebeuren. Ik overweeg zelf serieus om daar aan mee te gaan doen. Ja, en deze scharen we gewoon even onder excuus zoeken dan maar eventjes. Nee, deze persoon die dit opschreef, die wordt van harte uitgenodigd om mee te doen. Nou, kijk tenminste. Dus als u ook een vraag heeft of u wil uitgenodigd worden, stel hem nog even in de chatvenster. Michel, bij jullie is het natuurlijk WK volleybal, dan moeten we wel even gaan trainen. Maar daaromheen hangen ook side-events. Het idee is natuurlijk dat daar ook echt regionaal, lokaal heel veel bij betrokken wordt. Kun je daar iets over zeggen, over hoe dat ideaal plaatje eruit ziet? Straks, als we mogen. Ja, nee, het ideaal plaatje is eigenlijk, we hebben een concept ontwikkeld waarin het Gelderdoom centraal is. En daarnaast spelen we het Omnisport in Apeldoorn. Met Gelderdoom bouwen we drie stadions, drie volleybalstadions. En volleybalveldje is klein. Dus dan kan je echt een volleybalfestival maken. Nou, vervolgens gaan we de deelnemende landen onderbrengen in 24 verschillende gemeentes. En daar gaan we het allemaal activeren. En dat gaat enerzijds gaat dat over volleybal, maar dat gaat over de cultuur van het land dat daar is. Dat gaat in de Gelderdoom, als die drie stadions er zijn, is er nog ruimte zat om festivalachtige dingen te doen. Nou ja, daar kan je enerzijds feest vieren. Hè. Je kan er bij wijze van spreken personeelsfeest van maken, maar je kan er ook gewoon dans en muziek. Dat gaat er gewoon echt een rol in zijn. Dus ja, side events die gaan bij ons enerzijds gaan die over volleybal, maar we zijn toch dat plan aan het aanpassen nu. Om toch vitaler te zijn. Ik denk dat het heel erg zal gaan over de manier waarop hoe ga je naar de Gelderdoom komen. Ga je fietsen? Ga je op de elektrische fiets als je wat ouder bent? Gaan we middagsessies doen waar mensen die met pensioen zijn de elektrische fiets komen en dat die dan korting krijgen? Allemaal dat soort ideeën zijn er. Want ik al zei, Bas van der Goor met een wandeltaxi. Dus je komt met de trein aan en vanaf het station word je begeleid naar de Gelderdoom. Hetzelfde kunnen we met fietsen doen. Dat soort dingen zijn aan het uitwerken. En je ziet een tendens, hè, en daar vraagt het ministerie ook wel om, kunnen jullie met side events gewoon sportoverstijgend gaan werken? Nou, dan is het antwoord, dat kunnen wij wel, maar dan moet het wel betaald worden. Hè, want wij zijn heel goed in volleybal en daar willen onze leden wel voor betalen. Maar die gaan niet betalen om mensen aan het judo te krijgen, snap je, dat soort dingen. Dus er kan wel heel veel. Ja. Nou heet het vandaag het onderwerp van deze uitzending, laten we het een online event noemen, is Fit aan tafel. Er zijn hier twee fits gemaakt net, als een van twee partijen die elkaar vonden. Hebben jullie elkaar al ergens gevonden? Ik kan me voorstellen dat met de kracht van het bedrijfsleven uit Nederland, wat normaal meedoet met de Company Games. Als ik dit zo hoor, is dat niet een idee om elkaar te vinden in een topsportevenement meets de Olympische Spelen? Romantisch tekeer. Your wishes are command, zou ik bijna zeggen. We hebben elkaar eigenlijk al wel gevonden. Ik merkte net al de opmerking dat we elkaar al gevonden hadden in de aanloop naar de WK volleybal. Mm-hmm. Maar we hebben onlangs ook tegen elkaar gezegd, ook wij zijn gevraagd side events te plannen. Mm-hmm. En ook wij zullen tijdens ons evenement een Sports for All evenement gaan plannen. En dat doen we in samenwerking met Gelders Landschap en Platform Defensie. Dan gaan we een mooie wandeltocht of een hike bedenken waar heel Gelderland aan deel kan nemen. Dus de oproep is nu al geplaatst. Doe vooral mee, want dat is goed. Maar wij gaan elkaar denk ik ook kruisbestuiven en inspireren in die site events. Wij zullen die organiseren in de aanloop naar de Games. Je hoorde Michel net zeggen dat hij ook allerlei creatieve ideeën heeft. Laten we dat vooral waar het kan samen doen. En daar zullen we elkaar echt ook de hand willen geven. Zeker als we allebei in 2022 ook aan de bak gaan. Ja, zeg maar. Ja, we hadden heel veel contacten, want eigenlijk waren jullie al betrokken bij het uitbrengen van ons bidboek. Ja.
En nu hadden we al contact over een aantal dingetjes die we samen zouden kunnen doen. Maar nu dat evenement naar 2022 verplaatst wordt, wat ik net gehoord heb, ja, daar moet gewoon een brug gemaakt worden. Ja. Weet je, er moet tijdens de European Company Games moet iets beginnen wat doorgetrokken wordt. 3 maanden lang om naar die wereldkampioenschappen. En dat kan nooit zo heel ingewikkeld zijn. Nee, dus dat wordt een smash binnen de 3 meter. Ja, precies. Kijk, jullie hebben elkaar gevonden. Ja. Ik vind dat het mijn taak is om u dan op te roepen, dames en heren kijkers, om beide evenementen te ondersteunen. Of door deel te nemen, of dat WK volleybal te omarmen. Want dat zijn de momenten dat de sport echt de basis is van vitaliteit, ook op de werkvloer. Dankjewel, Ron. Dankjewel, Michel. Dankjewel, Sjoerd. We gaan nog naar een laatste ronde, maar voordat we dat gaan doen, uiteindelijk is vitaliteit op de werkvloer heel erg persoonlijk. Maar wat heb je dan nodig om je echt vitaal te voelen? Nou, dan kijk maar eens even naar deze video en dan hoop ik dat het ook voor jou een startpunt is. Wat leuk dat je er nog bent, dat u er nog bent, fit aan tafel. Al bijna een uur en een kwartier zijn we bezig met ontzettend leuke gasten en leuke onderwerpen. Maar jullie spelen ook een rol aan de andere kant van het scherm. Want er is een chatfunctie en als je wilt kun je daar vragen stellen. En de 2 gasten nu aan tafel, nou die lenen zich wel voor een vraag. Stelt u de vraag, dan wordt er straks een bal van voor u van links gegooid. Die probeer ik dan te vangen en dan gaan we het gesprek verder met jouw vraag. Dus dien die vraag in, lijkt me hartstikke leuk. Desiree Holstegen, mental coaching, vitale fitheid begint hier, is eigenlijk jouw boodschap. Ja, absoluut. Ja. En dan krijg je, ja precies ook, maar dan krijg je altijd 2 stromingen. En dat weet ik, want ik heb zo'n vriendengroep en die ene die vindt dat, ach joh, dat geklets. En die andere denkt, ja, daar is de basis van vitaliteit. Ja. Help ons, zit de basis van vitaliteit in ons hoofd? Ja, daar begint het wel mee, met het denken. Dus als jij denkt dat jij anders wil, dan vervolgens op basis van je gedachten kun je natuurlijk je stappen ondernemen. Ja, maar jij trekt het dan ook meteen naar de fysieke fitheid. Hoe ziet dat eruit? Hoe neem jij mensen aan de hand om echt weer vitaal te zijn of te worden? Ja, nou, mijn bedrijf heet ook Mindful & Fit, dus het is echt mindful bezig zijn. Dus ik neem mensen de natuur mee in, omdat ik absoluut geloof in de kracht van sowieso van te bewegen in de buitenlucht. Mm-hmm. En dat combineer ik met mindfulness oefeningen, ademhalingstechnieken, omdat daar de basis ligt om jezelf mentaal krachtig te voelen, sterk te voelen. Als je het hierboven op een rij hebt, dan sta je zoveel fijner in het leven. En nou, dat zal Paul beamen als sporter ook. En alle topsporters. Maar je hoeft er niet eens topsporter voor te zijn. Bewegen is 1. Nou, dan gaan we meteen maar even vragen of hij het kan beamen. Ja. Paul Toes, als ik je helemaal ga introduceren, dan duurt het nog even. Oh. Maar uiteindelijk ben jij Olympiër. Nou, Paralympiër. Paralympiër. Rolstoelbasketbal. Zeker. Kwartfinale gehaald volgens mij destijds. Ja, zo daarbij later. Dan. Ja, dat was inderdaad. De kwartfinale, daarna is de uitzending gestopt. Maar wat jij tegenwoordig doet, en dat is wel heel interessant, en dat sluit volgens mij ook heel mooi aan, en zeker ook voor de kijkers denk ik interessant om eens aan te horen. Eigenlijk neem jij mensen over een drempel heen door ze in een soort van uit de comfortzone in bijvoorbeeld de rolstoel te zetten en dan maar eens te kijken hoe je vitaal nog kunt bewegen. Is dat een beetje wat is jouw boodschap wat je dan probeert over te brengen? Ja, dat je het moet ervaren. Ik kan hier wel een heel pleidooi gaan geven en jou gaan uitleggen hoe het is
om als iemand in de rolstoel zit of beperkt is, op wat voor manier ook, kan het wel uit gaan leggen. Ja, dan zit je maar aan te kijken van, maar wat ga er maar in, ga het doen. Ja, en dan ontstaan er in je hoofd allerlei andere dingen en de dynamiek in een groep wordt ook direct anders, want iedereen is daar even goed in, slecht in. Mm-hmm. Of zo, net hoe je het ziet. En wat hoop je dan dat er ontstaat? Wat moet daar dan uiteindelijk uitkomen? En niks moet helemaal niks. Nee, helemaal. Je moet in die stoel zitten, dat wel dan. Dat zou gaaf zijn, dus dat iedereen in ieder geval dat gaat doen. Maar het mooiste is dat als het, ja, we samen iets nieuws gaan doen wat niemand of wel eens heeft ervaren of nooit. Als je zoiets samen gaat doen, bij mij is het dan, gebruik ik die rolstoel als middel, maar er kunnen natuurlijk allerlei andere middelen zijn om samen te doen. Maar ik denk, ik ben echt van mening, als je samen iets doet wat je niet zo vaak doet, en als je dat dan meeneemt naar de werkvloer en je deelt die ervaring, dat je sterker maakt. Ja, er zit dus ergens een knop die je omzet door ze over een drempel heen te tillen of in ieder geval uit de comfortzone. Ja, meer zo. Ja dat. En ik kom ook alleen. En hun zijn daar met z'n allen. Hun kennen elkaar vaak, niet altijd trouwens, maar vaak wel. En ik kom alleen, dus het moet dan niet enger zijn of zo, om dat bij mij dan wel te doen. Klopt dat, Desiree? Herken je erin dat je een soort van niet alledaagse situatie moet hebben om, want we hadden het net al een keer eerder benoemd, vitaliteit is natuurlijk iets wat iedereen weet dat, iedereen snapt het ook, alleen om er daadwerkelijk mee bezig te gaan. Is zoiets nodig? Even een knop omzetten, iets anders doen en van daaruit stappen gaan zetten? Ja, je wordt op die manier wel uit je comfortzone gehaald natuurlijk. En dat vereist wel weer mentale veerkracht. Ja. En heel graag zou ik ook wel in aanvulling op bewegen, voeding en nachtrust, wat vitaliteit voor een heel groot deel behelst, is veerkrachtig zijn, veerkrachtig van geest. En de wil en ook het vermogen hebben om je leven positief in te vullen, mm-hmm. is van even grote waarde. Dus in aanvulling daar nog even op. En zeker uit je comfortzone. Ja, je bent jezelf aan het uitdagen. En hoe gaaf is dat? Dan pas maak je stappen in je leven. En dat kan op kleine schaal. Hè? Dat hoeft niet als topsporter helemaal niet. Het begint juist met kleine stapjes. En dat probeer ik ook in mijn coaching naar voren te brengen. Mm-hmm. Ik probeer ook mensen te laten bewegen. Het is ook perfect voor als je bijvoorbeeld een blessure hebt. Om heel rustig door middel van deze wandelcoaching, de coaching in de natuur, heel rustig je conditie mentaal en fysiek op te bouwen. En het is ook zonder prestatiedruk. Dus mensen moeten ook niks van mij. Dus het begint meer met bewegen dan met sport. Hè? We hebben natuurlijk veel sport gehad vandaag. Absoluut. Ja. Sport is natuurlijk, dat ligt in het verlengde van bewegen. Mm-hmm. Maar laten we inderdaad, ik hoorde eerder vandaag ook al de drempel laag houden. Laten we vooral gewoon beginnen met bewegen. Ja. De trap lopen in plaats van de lift. Is vitaliteit, als je kijkt naar mentaal en fysiek, is dat ergens een kip-en-ei verhaal of gaat het samen op? Als in van moet ik eerst fysiek mijn knop om of misschien wel aan de hand van Paul even over een drempel heen? Of kun je, waar begin ik zeg maar? Moet ik eerst mijn mindset oké hebben of zeg je veel meer van ga het gewoon doen? Ja, het is echt een heel mooi samenspel. En kijk, ik geloof, wat ik hanteer is inderdaad die mentale en fysieke fitheid. Ik geloof heel erg in het holistische. En dat is eigenlijk niks meer, niks minder, is dat we één geheel zijn. Het mentaal en het fysieke, het emotionele lichaam, alles werkt samen. En dat is geen abacadabra, maar dat is gewoon hoe wij functioneren. We krijgen, als we te lang gefocust zitten in een videocall, wat natuurlijk nu aan de dag is, dan kun je last hebben van je ogen. Maar ook vermoeidheid in je hoofd voelen. Ja. Dus mentaal en fysiek krijg je dan last. Dus ja, wat is er eerder? Het is echt een samenspel. Ja. Paul, jij wordt door bedrijven uitgenodigd en dan zeggen ze, goh Paul, zou jij eens even voor een beetje teambuilding en dat er weer wat meer activiteit in ons, bij onze collega's op gang komt. Maar wat ik altijd wel interessant vind van die momenten, dan kom je en dan hebben we een hele leuke dag en dan hebben we echt iets en dan ga jij weg. En dan ga ik gewoon weer over tot de orde van de dag. Dat. Hoe kun jij ook misschien voor de mensen die meekijken, hoe kun jij nou echt zorgen dat ook hier echt iets begint op weg naar een vitalere? Nou, dat is dus iets wat ik me enorm afvraag. En ik wil ook wel eens een keer met iemand mee naar huis. Dat ik daar aan de eettafel zit. Om dan echt te horen wat hij daar dan vertelt. En eigenlijk wil dat bij iedereen doen. Want ik denk dat iedereen iets anders gaat vertellen thuis. Ja, want er gebeuren daar allerlei dingen en dat kan echt super persoonlijk zijn. Ja, maar ik heb dit en dit gedaan. Maar ja, dat kan ook zijn. Maar kijk wat wij hebben
bereikt. En het allergaafste wat er bij zo'n clinic zou kunnen gebeuren is dat daar management team of zo, weet je wel, die solliciteren om een functie in een bedrijf, voeren ze dat ook helemaal top uit. Maar er zijn ook mensen die solliciteren om een functie, die worden dat. Maar misschien is dat wel onder hun kunnen of boven hun kunnen, dat weet ik niet. Maar hoe gaaf zou het zijn als tijdens zo'n clinic al die competenties er dan uitkomen en dan eigenlijk ja, dat de leiding ziet van, oh, maar jij zou heel goed een andere functie kunnen bekleden. Ja, ja, en ik zou dat hoop ik dat er gebeurt. Ja, fantastisch. Ja, dat lijkt mij gaaf. En dan bij mij is het middel, die rolstoel, is bij mij het middel. Maar ja, dat hoeft niet alleen maar die rolstoel te zijn. Maar dat is, ik vind wel dat veel meer een dingetje zou kunnen zijn in op de werkvloer, op scholen, op daar kan veel meer kan daar uitgehaald worden, weet je wel. Ja, dus het is ook veel meer dan die activiteit waar misschien sommigen je voor inhuren. Het is alleen maar een middeltje om het in gang te zetten. Ja. En ja, natuurlijk is die rolstoel ook een fysiek iets. Je moet er echt in. Ja. Desiree, als jij nu, want uiteindelijk spreken we een beetje tot werkgevers of tot werknemers. Ja. Heb je een tip of heb je iets waarbij we echt gewoon, want dat is natuurlijk, we zijn best wel over een paraplu aan het praten nu, hè, over het manifest. Mm-hmm. En natuurlijk moeten we gaan bewegen. Heb je iets tastbaars waarbij we bij wijze van spreken morgen, of misschien, ja, we hebben nog wel wat uurtjes, om meteen aan de slag te gaan? Wat is nou heel belangrijk als eerste stap? Nou ja, ik denk dat sowieso voor werkgevers is het denk ik heel belangrijk om vitale werknemers te hebben als je door aandacht te geven. Dat ten eerste. Vraag echt eens even aan je medewerkers, hoe gaat het eigenlijk met je? Mm-hmm. En niet alleen maar afrekenen op die productiviteit en die output, maar vertel eens hoe is het thuis? Want het gaat uiteindelijk allemaal over balans. Hè? Balans is overigens utopie, ik kan eerder zeggen, want niks is ooit in balans, maar leer omgaan met de disbalans in je leven. En dat kan door in gesprek te gaan. Maar jij vraagt een concrete oefening. Ja, ik zou zo graag dat mensen die nu, misschien zitten er stiekem wel een paar op kantoor. Ja. En die denken, ik ga gewoon meteen wat doen. Nou, wat is dat? Wat is het beste startpunt voor dat wat jij eigenlijk overbrengt? Nou ja, beste startpunt, nu vraag je heel veel. Hè? Je vraagt in een short notice. Knal hem eruit. Nou ja, ik zou voor alle kijkers thuis, ik zou beginnen met recht op je stoel te zitten. Ja, check. Altijd goed om je voeten plat op de grond neer te zetten. Dan ga ik alweer naar, want ik zit al de hele tijd meteen op de... Je hebt dan op die manier ook een hele mooie lijn voor je energie. Dankjewel. Mensen denken overigens heel vaak dat je in lotushouding, als een boeddha moet gaan zitten, hè, om te mediteren. Maar dat is echt je reinste waanzin. Is helemaal niet nodig. Dit is helemaal prima. En dat probeer ik ook in mijn coaching heel duidelijk, heel laagdrempelig, zonder bla bla. Voeten plat op de grond. Voel je billen maar eens gaan zitten. Voel maar eens. Want we zitten zo in ons hoofd. We zitten zo druk met call, telefoon. Kinderen weg te sturen omdat ze anders in beeld komen. Verzin het. Dus vergeet het te voelen. Voel. Hoe zit ik? Hoe voel ik de voeten op de grond? Hoe voel ik mijn billen op de stoel zitten? En hoe gaat mijn ademhaling? Zit die hoog of laag? Gewoon constateren. Wel erbij blijven nu, dames en heren. En niet te slaap vallen. Gewoon wel alert blijven, want dat is juist mindful. Met aandacht de dingen doen. En op die manier bewustzijn creëren. Let op je ademhaling. Is die hoog? Nou, kijk eens of je hem wat lager kan brengen. Wat maakt je dat je je opwindt? Nou, je hebt natuurlijk een afgrijze zitten naar mij te kijken, want ik zit altijd zo. Dus ik zit nu. Heb jij wij gaan een afspraak maken. Ja, we maken. Oh, dan hebben we nog. Overal worden je echt, we vinden elkaar. Paul, ik moet hem aan jou ook vragen. Oh. Als jij iets mee kan geven, en dat mag in het fysieke, maar dat mag ook wel weer hier of op een houding. Wat is er aan al die mensen die meekijken, wat zou jij meegeven als allereerste stap op weg naar vitale werkvloer en vitaliteit in het dagelijks leven? Wat is jouw belangrijkste les of tip? Dat zou zijn, ga iets doen of doe iets wat je tof vindt. Punt. Ja. Dat is wel grappig, want als ik jou bestel voor bij wijze van spreken een teambuildingsactiviteit op mijn kantoor, dan weet ik niet of ze dat leuk vinden of niet. Nee, dat mag je ook niet voor hun bepalen. Nee. Nee, maar jij moet iets doen wat jij tof vindt. Ja. En dat kan zijn dat je je prioriteiten in een ander rijtje moet zetten. Heel veel dingen kunnen heel erg belangrijk gevonden worden door anderen, maar als jij dat niet vindt en je moet het wel uitvoeren, nou ja, dan weet ik niet per se of jij iets aan het doen bent wat je tof vindt.
Nou, dat weet ik niet. Maar als jij er zo in zit, in wat je ook moet doen vandaag, voor een werkgever of voor weet ik voor wie, misschien moet je het even neerleggen. En dan kan je 5 of 10 minuten of een uur lang iets doen wat je tof vindt. En dan ga je daarna weer verder. Dames en heren, dit is gewoon een gratis consult van Desiree en Paul. Ongelooflijk dank voor jullie komst. Heel graag gedaan. Blijf nog heel even zitten, ja. Want we gaan nog naar een laatste video. En dat is op zich heel bijzonder. Want het is natuurlijk niet aan ons om jullie thuis tot zover te motiveren dat je meteen aan de slag gaat. Daar hebben we dan toch wel echt even een icoon in de Nederlandse sportwereld. Dat ben jij trouwens ook als oud-trainer. Ja. Maar er is er nog eentje. Dat is Bas van der Goor. En die heeft een hele belangrijke boodschap voor iedereen. Hi, mijn naam is Bas van der Goor. Ik had er vandaag graag bij geweest, maar helaas lukte dat agenda technisch niet. Toch wil ik jullie heel graag kort nog even toespreken. Vandaag is er volgens mij veel gepraat over het belang van bewegen binnen bedrijven, om die vitaler te maken in Nederland. En daarbij hoort dus eigenlijk ook bewegen het nieuwe normaal. Het is denk ik heel belangrijk om goede voorbeelden te delen, van elkaar te leren en ook samen aan de slag te gaan. Dus daarom wil ik jullie ontzettend bedanken voor alles wat jullie vandaag hebben bijgedragen. Ik denk dat het heel erg gaat helpen om elkaar op te stuwen naar meer bewegen op het werk. Wat heel belangrijk is, is om met iedereen te delen hoe leuk bewegen kan zijn en hoe makkelijk het je eigenlijk ook in je dagelijkse leven kunt inpassen. Je kunt een filmpje opnemen achter je bureau, maar je kunt ook even naar het bos fietsen en al wandelend een filmpje opnemen. Nou, dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van hoe je bewegen kunt inbouwen in dagelijkse activiteiten. Zometeen gaan jullie allemaal de wall sit doen. Als we nou afspreken dat als jullie dat zometeen onder de knie hebben, dat je vanaf dat moment elk telefoongesprek op deze manier gaat uitvoeren, dan kan ik je garanderen dat je aan het einde van de maand een stuk fitter voelt. En deze wall sit, dat is ook meteen de aftrap van de campagne Fit Gelderland. Met deze simpele en ook leuke challenges kun je aan de slag binnen je organisatie met vitaliteit. Neem ze vooral op, deel ze op social media en eens kijken of je anderen ook op deze manier kunt inspireren om aan de slag te gaan. De komende tijd komen er nog meer challenges op je pad, dus wacht rustig af en zorg ervoor dat dit gaat leven binnen je organisatie. Rest mij jullie alleen nog ontzettend veel succes te wensen met al deze challenges, want wie wil dat nou niet? Fitter en energieker zijn. Dus zet hem op en houd vol. Hoi. Ja, Bas, maar voordat we naar die challenge gaan kijken, rest mij natuurlijk nog even om namens de Gelderse Sportfederatie en ook Nederland Onderneemt Maatschappelijk u allemaal van harte te bedanken voor het kijken. Dit werd mede mogelijk gemaakt door Sportief, waardoor die livestream perfect was en alle vragen beantwoord werden. U als kijker, dankjewel. Dank u wel. En u weet het, u heeft het gehoord van alle interessante gasten. Het is echt nu aan uzelf. En niet alleen aan de werkgevers, ook aan de werknemers. En zelfs als je even geen werk hebt, ja, ik herken het. Het zijn rare tijden, maar het is nu wel tijd om aan vitaliteit te werken. En daarom nu de allereerste challenge in een reeks van challenges namens Fit Gelderland, zo heet de campagne. De eerste challenge is een wall sit, dus kijk goed naar de video. Heel veel succes. Wij gaan ook meteen aan de slag. Bedankt voor het kijken. Thank you.